Almere moet waarschijnlijk op zoek naar een nieuwe burgemeester. Frank Weerwind wordt genoemd als nieuwe minister voor rechtsbescherming in het volgende kabinet Rutte. De burgemeester heeft nog niet gereageerd op dit nieuws. Een afspraak maken voor een vaccinatie kan moeilijk zijn, maar het is voor mensen met een beperking net zo moeilijk om de priklocatie zelf te bereiken. Met name voor mensen in een rolstoel is het ondoenlijk om in Almere aan de Ronde Beltweg gevaccineerd te worden. En Flevoland bereidt zich voor op de jaarwisseling. En dat is dit jaar niet met vuurwerk, oudjaarsborrels in de steden of met grote groepen een nieuwjaarsfeest vieren. Maar we doen het wel met oliebollen en kabietschieten. Het is vrijdag 31 december, oudjaarsdag. Dit is Flevoland. Goedenavond. Moet Almere binnenkort op zoek naar een nieuwe burgemeester? Daar lijkt het wel op. De huidige burgemeester, Frank Weerwind, die krijgt volgens bronnen van RTL Nieuws en het Algemeen Dagblad een ministerspost in het nieuwe kabinet. Hij wordt minister voor rechtsbescherming. De naam van Frank Weerwind viel al eerder als mogelijke nieuwe minister in het nieuwe kabinet Rutte 4. Hij schreef mee aan het verkiezingsprogramma, hielp bij de selectie en werving van Kamerleden en werkte mee aan het vaststellen van de lijst met Kamerleden. Begin oktober zei Weerwind nog dat hij niet van plan is om plaats te nemen in een nieuw te vormen kabinet, als hij daarvoor gevraagd wordt. Ik heb een klus te doen in Almere en dit staat absoluut niet in mijn agenda op dit moment. Ik heb een klus te klaar in de stad. De stad heeft mij vertrouwen gegeven. Dat moet ik doen. Frank Weerwind is sinds 2015 burgemeester van Almere. Afgelopen zomer is hij voor een tweede termijn herbenoemd, waardoor hij in principe tot en met 2027 aan de stad verbonden zou zijn. Mooi dat ik 6 jaar door mag gaan en ik het vertrouwen van de gemeenteraad heb gehad. Hier wil je de Floriade meemaken, zei hij eerder over zijn ambities. Maar dat gaat dus niet meer gebeuren als Weerwind op 10 januari wordt beëdigd door koning Willem-Alexander. En de Floriade gaat nog een andere belangrijke speler missen. Erik van den Burg, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Floriade BV. Hij wordt de nieuwe staatssecretaris van Asiel en Migratie. Dat meldt het ANP op basis van berichtgeving van het AD en de Telegraaf. Als van den Burg inderdaad toetreedt tot het nieuwe kabinet, is de kans groot dat hij zijn voorzitterschap van de Raad van Commissarissen van de Floriade moet opgeven. Vlak voor 2 uur afgelopen nacht is het compleet misgegaan op de afrit van de A6 bij Lelystad. Een auto raakte, komend vanuit Almere, met hoge snelheid van de weg en knalde daar tegen een boom. De auto brak bij de crash helemaal doormidden. De twee inzittenden, een man van 25 uit Amsterdam en een 44-jarige vrouw uit Rotterdam, zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. De ernst van hun verwondingen is onbekend. Volgens de politie ontkwam de auto eerder op de avond of nacht bij een achtervolging in de regio Gooi en Vechtstreek. Het is niet duidelijk waarom de politie de auto achtervolgde. Op de valreep van 2021 hebben we nog een nieuw weerrecord te pakken. Het is de zachtste oudjaarsdag ooit gemeten in de provincie. In Lelystad kwam het kwik na middernacht al boven het oude record uit dat in 2017 werd gemeten. Op 31 december 2017 werd het maximaal 13,4 graden. Het nieuwe record is nu op 13,7 graden gezet. Ook gisteren hadden we een nieuw datumrecord te pakken. Toen steeg het kwik tot 13,9 graden. Het terrein rond de vaccinatielocatie van de GGD in Almere is moeilijk toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking. Op het parkeerterrein aan de Ronde Beltweg zijn veel kuilen. En de parkeerplaats staat deels onder water door de vele regenval. Voor mensen in een rolstoel of met een rollator is er geen doorkomen aan. Het is net een marslandschap, maar dan met water. Die kraters op Mars die zijn tenminste nog droog. Hier, het is een mijnenveld. Het is ongelooflijk dat mensen op leeftijd, dat die hier doorheen moeten zien te worstelen om dan hun boosterprik te kunnen halen. Op het parkeerterrein aan de Ronde Beltweg zijn veel kuilen en de parkeerplaats staat deels onder water door de vele regen. Wil je met een rolstoel bij de ingang komen, dan moet je daar erg veel moeite voor doen. Eerst moet je maar zien dat je op een droog plekje uit de auto kunt stappen. En dan moet in dit geval mijn jongste dochter die rolstoel naar die tent duwen. Die toch ook wel iets weg heeft van een veldhospitaal uit de Napoleontische oorlogen. En daar moet je dan zien binnen te komen. Nou, het is werkelijk. Ik heb er gewoon geen woorden voor.
Een valpartij ligt al op de loer. Zeker, en dat er nog geen ongelukken zijn gebeurd. Dat is, tenminste voor zover ik weet, dat vind ik al een wonder. Maar je kunt toch mensen niet op die manier ontvangen? De GGD erkent dat het terrein te wensen overlaat. We doen ons best om het beter te krijgen, zegt Aldrik Dijkstra van de GGD. Nou, de parkeerplaats is niet optimaal. En daar hebben we ook al het een en het ander aan gedaan een paar weken geleden. Toen hebben we het terrein opnieuw geëgaliseerd, rijplaten neergelegd en ervoor gezorgd dat het weer enigszins toegankelijk is. Maar ja, het is winter, het is kleigrond. Deze locatie wordt druk bezocht door veel mensen voor testen en voor vaccineren. Ja, en dat betekent dat door die hoge intensiteit het terrein nog steeds niet optimaal is. Het is de bedoeling dat de parkeerplaats op Oudjaarsdag nog een onderhoudsbeurt krijgt. Dan wordt het water uit de plassen weggezogen. Dat wordt door de landelijke dienst testen gedaan. En daarmee hebben we in ieder geval voor de korte termijn een oplossing. Maar we zijn op zoek naar een langere termijn oplossing in overleg met de gemeente. Tot die tijd zet de GGD extra hosts in op het terrein om mensen te helpen. Huis waardeert de inzet, maar wat hem betreft komt die toegezegde aanpak nogal laat. Dat kan niet. Wij zijn de op één na grootste gemeente in de metropoolregio Amsterdam. De op één na grootste. Maar onder Amsterdam. Daar zijn wij de grootste. En dan bieden we onze inwoners dit. En dat is onwaardig. Het is Oudjaarsdag. En voor vuurwerkhandelaren is deze dag normaal gesproken de drukste van het jaar. Maar door het vuurwerkverbod ligt de handel grotendeels stil. De verkoop en het afsteken van zwaar vuurwerk is ook dit jaar verboden. Dit om een extra belasting van de zorghandhavers en hulpverleners zoveel mogelijk te voorkomen. Alleen kindervuurwerk, dat is categorie 1, mag worden verkocht. En daarom liggen de bunkers bij Broekhof Vuurwerk in Dronten stamvol met het zwaardere categorie 2 vuurwerk. Nou, je bent hier dus bij de opslag van Broekhof Vuurwerk. We hebben dus in al deze bunkers, we hebben er 50 in totaal, met een totale opslagcapaciteit en vergunning van 2,5 miljoen kilo vuurwerk. Dit is een van die bunkers waarin je dus ziet dat er vuurwerk klaar staat uitgeleverd te worden om geleverd te worden aan een van onze winkeliers. Hier pikken we normaal gesproken onze orders. En alles wat hier staat blijft nog een jaartje staan. Bij Broekhof Vuurwerk begrijpen ze nog steeds niets van het vuurwerkverbod. We hebben de cijfers natuurlijk geanalyseerd op een bepaalde manier. Zelfs het OMT is om advies gevraagd als het gaat om de ziekenhuisopnames door toedoen van consumentenvuurwerk. Ja, dat blijkt niet heel te zijn. Dat het daardoor afgekondigd wordt, het afsteek- en verkoopverbod, ja, is ons eigenlijk een raadsel waarom het daadwerkelijk gebeurt. De bijkomende effecten zouden kunnen zijn dat er misschien nog wel meer druk op de zorg komt door a. handhaving, b. De excessen als het gaat om zwaar overlast, met die dikke knallers, zwaar letsel. Dus misschien dat vanavond nog wel erger uit de klauwen loopt dan anders als wij gewoon ons gereguleerde F2 consumentenvuurwerk geschikt voor particulieren kunnen gaan verkopen. Niet alleen is het slecht voor de omzet van de vuurwerkbranche. Ook een groot deel van het personeel dat tijdens deze periode tijdelijk wordt ingehuurd, zit thuis. Ja, je zou zeggen we draaien duimen. Maar gelukkig hebben wij natuurlijk nog, zoals gezegd, het categorie 1 vuurwerk kunnen verkopen. Wat dat betreft hebben we het natuurlijk heel vaak te doen met een flexibele schil in december. Dan loopt er hier ongeveer 80 man op de plas, om het zo te zeggen, en in de bunkers om orders te pakken. Ja, die mensen zijn nu allemaal niet nodig. En het vaste personeel is hier nu gewoon om netjes de boel weer aan kant te maken, netjes op te ruimen enzovoorts. En dan beginnen we zometeen 1 januari weer met frisse moed. Toch heeft Schutterman er vertrouwen in dat er volgend jaar wel weer gewoon vuurwerk mag worden verkocht. Groot vuurwerk afsteken is deze jaarwisseling dus niet toegestaan. Maar wie toch harde knallen wil horen, kan gaan karbiet schieten. Want dat mag op sommige plekken onder voorwaarden wel. Zoals in Dronten. Knalvuurwerk afschieten, dat mag vandaag dan niet. Maar karbietschieten mag gewoon doorgaan op de door de gemeente aangewezen plaatsen. En daar willen een paar Flevolanders best voor omrijden. Ik zou eigenlijk naar Lelystad gaan, dat is toch afgezegd. En dan zijn we hier in Dronten. We zijn er speciaal helemaal naartoe voor komen rijden. Ja, speciaal voor karbietschieten naar Dronten toe. Mag ik u wat vragen, meneer? Jazeker. Dat is toch een endlopen in de regen steeds. Ja, dat is een beetje jammer. Plezier. Beetje jammer, maar... Maakt niet uit, we mogen gelukkig gewoon karbiet afschieten. Maakt het toch nog een beetje goed dat er geen vuurwerk vanavond is. Het ziet er niet naar uit dat fans van siervuurwerk de overstap naar karbiet hebben gemaakt om toch aan hun knaltrekken te komen. Hier in Dronten staan vooral de doorgewinterde liefhebbers.
ik zag u net bezig. U heeft het goed in de vingers, gewoon vanuit de hand zo. Is het niet een beetje gevaarlijk? Ja, ja, gevaar moet er ook wel een beetje wezen, hè? Ja, dat is het leuke eraan. Dan kijk maar om je heen. Gezellig, iedereen komt aanschuiven, allemaal een praatje. Er komen steeds meer mensen bij. Dus ze krijgen eigenlijk steeds een grotere groep elk jaar. We staan lekker droog in die tent. Wij staan lekker droog in de tent, ja. Maar jullie staan hier lekker knakworsten te maken. Ik zie een chocomelletje hier. Wordt u überhaupt al kabiet geschoten? Of jullie hebben even pauze? We hebben nu even pauze. Maar als straks het regen over is, gaan we weer lekker knallen, ja. Dit zijn de diehard fans dus. Al zijn er ook wat nieuwelingen die kabietles van vader krijgen. Bent u hier ook met de kinderen in de weer? Ja. Dat, eigenlijk voor de kinderen, maar voor de papa's is het ook wel leuk. Je hebt er ook veel plezier in. Ja, absoluut. Nou, leuk genieten van vandaag. Gaan we doen, dankjewel. Jullie ook een fijne dag. Van 10 uur 's ochtends tot 2 uur 's nachts mogen de mannen hier knallen. En ook op andere plekken in Flevoland. Daarna moeten ze weer een jaartje wachten totdat het zover is. Lekker. Ja, 3 uur. Zo lang hebben sommige mensen in Almere vandaag in de rij gestaan voor deze dingetjes, de oliebollen. De oliebollen drive-thru bij het tuincentrum Almere Plant in Almere Buiten was zo populair dat er op de buitenring een file ontstond van wel een kilometer lang. Verkeersregelaars moesten eraan te pas komen vanmiddag om de honderden auto's in goede banen te leiden. Maar die hadden eigenlijk maar weinig nut. Het was zo druk bij de kraam op de parkeerplaats van Almere Plant dat klanten niet veel meer konden doen dan wachten. Heel lang wachten. 3 uurtjes. Ja, in de rij. In de rij 3 uurtjes. 3 hele uren? Ja. Maar u komt uit de buurt? Nee, ik kom uit Winterswijk. 1,5 uur rijden, 3 uurtjes in de rij, nu 1,5 uur weer terug. Oftewel, een hele werkdag. We zijn een hele werkdag onderweg voor een paar oliebollen. Maar wel bij de kraan. Dus als ze niet smaken... Nog 3 minuten. Nog 3 minuten. 3? Ja. Nog 3, ja. 3 minuten. Bijna jaarwisseling. Bijna jaarwisseling. Hoe lang heeft u gewacht? Nu 2,5 uur. 2,5 uur? Ja. Vanaf het begin. Ja. Moeten we wat voor over hebben? Inderdaad, maar ze wel de lekkerste van heel Almere. Heerlijk! Ja, hè? Zakken voor goed openhouden. Ja, zakken goed openhouden. Op de buitenring, vlakbij het tuincentrum, ontstond een ware oliebollenfile met auto's die naar de oliebollenkraam toe wilden gaan. In die file vond rond 1 uur een aanrijding plaats, met blikschade tot gevolg. En gelukkig hoefde je niet overal in de file te staan voor een goede oliebol. Op sommige plekken in de provincie zijn oliebollen kleinschalig gebakken en voor het goede doel. Zoals in Zeewolde. Floris van 9 en Gijs van 6 zijn deze oudjaarsdag vroeg opgestaan. En niet om karbiet te schieten. Gijs, je ziet er heel druk uit. Wat ben je aan het doen? Nou, ik ben aan het werk. Ja, ik mag je eigenlijk niet storen, hè? Want wat voor werk ben je aan het doen? Oliebollen aanbakken. En hoeveel heb je er al gebakken vandaag? Iets van 50 of zo. Zo lief. En ga je er nog veel meer maken? Ja. Hoeveel? Iets van 300, zoiets. Want de mensen staan voor de oliebollen van de twee jonge bakkers in de rij. Voor de bollen natuurlijk, maar ook voor de goede zaak die erachter zit. De buurvrouw die heeft briefjes in de deur gedaan. En iedereen uitgenodigd om lekker oliebollen te komen halen voor het goede doel. Dus ja, dat is exact de reden dat we hier zijn. Ja, het is gewoon een fantastisch doel. Weet u waar het precies naartoe gaat? Hermelijnhof, zeg ik dat goed? Ja, toch? Zolang het maar voor het goede doel is, hè? Het gaat vooral om... Ja, dat vond ik heel erg leuk. Ja. De moeder van de twee oliebollenbakkers, Michelle Smulders, zet zich graag in voor een mooi lokaal initiatief. De Hermelijnhof is hier in Zeewolde. Het is een Gabriella van Dijk, die doet de Hermelijnhof. En dat doet ze eigenlijk voor iedereen die wat minder te besteden heeft. Of af en toe het soms wat moeilijk heeft. Of als er een keer een wasmachine stuk gaat of een fiets nodig is. Dan is zij daar voor die mensen om te zorgen dat ze kan helpen. Ze steunt ze financieel, soms een boodschappenpakketje erbij of noem maar op. Nou, dat vinden wij een heel goed doel. Floris, wil het allemaal lukken? Ja, het gaat wel goed. En wat voor oliebollen zijn het? Zijn het nog speciale smaken? Of, Nee, wel hele andere vormen en zo. Denkt u dat ze ook smaken? Heeft u er vertrouwen in? Nou, zo te ruiken en zo te zien, durf ik het wel aan. Ja hoor, zeker. Ja. We gaan er straks lekker van smikkelen met elkaar. 5 met de 5 zonder oliebollen. Dan zijn we met z'n drieën, dus dat is wel genoeg. Laat hem smaken, hè? Ja, zeker weten. Komt goed. Dank u wel. Dank je wel.
Hoe kom je als bedrijf de huidige lockdown door? Is het op je handen zitten totdat de deuren weer open mogen? Of zijn er juist zaken die zijn blijven liggen waar nu plotseling de tijd voor is? Bij Bowling Almere is vooral sprake van het eerste. Daar kunnen ze niet wachten totdat ze weer bezoekers mogen ontvangen. De 24 banen bij Bowling Almere liggen er nu al zo'n 2 weken verlaten bij. De bowlingballen liggen al die tijd stil op hun plek. Het wachten is op het moment dat de lockdown eindigt en ze weer in gebruik genomen kunnen worden. Tot die tijd valt er voor het personeel en de eigenaar weinig te doen. We hebben ons in de eerste lockdown heel erg bezig gehouden met dingen opknappen. Zorgen dat we helemaal klaar zijn voor wanneer we open gaan. Maar ja, we zijn nu onderhand wel een beetje uitgeklust. Dus nu is het eigenlijk gewoon echt simpel afwachten totdat we weer open mogen. En de vraag is dan natuurlijk weer, ja, mogen we dan volledig open of is het weer beperkt? Dus ja, het geeft onderhand wel een beetje het gevoel van, ja, jongens, wat moeten we nou eigenlijk? Inmiddels is ook de laatste hand gelegd aan een nieuwe glow-in-the-dark minigolfbaan. Het plan was om die op 1 januari te openen, maar dat laat dus nog even op zich wachten. We hadden vlak voor de COVID hadden we eigenlijk de bouwvergunning gekregen om dit te kunnen doen. Toen besloten om daar wel mee door te gaan. We geloven gewoon in de toekomst van het bedrijf natuurlijk. En ook dat het bedrijf verstevigd moet worden met nieuwe activiteiten. En dit vonden wij een hele leuke activiteit om erbij toe te voegen. Bij de bowlingbaan hebben ze wel vertrouwen in dat zodra het weer mag, de bezoekers ook weer komen. Al is er wel wat vrees dat grote gezelschappen, zoals bedrijfsuitjes, de baan links laten liggen. Want die zijn natuurlijk bang, hè? Die willen natuurlijk niet dat iemand besmet raakt op een bedrijfsfeest. Dus dat hakte voor ons heel erg in. Dus dat is voor ons een groot nadeel geweest. En ja, we hopen dat straks de consumentenmarkt ook hier beneden het weer een beetje extra oppakt, zeg maar, weer een beetje goed maakt. Maar dat is voor ons wel een probleem, ja. Voorlopig is het afwachten dus wat er gaat gebeuren. Voor eigenaar Gert-Jan van Manen was het in elk geval een moment om er even tussenuit te gaan. Ja, ik was gevlucht. Ik denk wegwezen. Dat was de vorige lockdown ook. Toen krijg je toch, je krijgt een heel raar gevoel erbij in zo'n dichte zaak. Ik was best wel moe en zo. Ik denk wegwezen. Dus ik ben naar Oostenrijk geweest. Het is best wel bijzonder is dat daar dus alles open is. Dus dan vraag je je af van, joh, hoe kan dat in hemelsnaam? Het barst er ook van de Nederlanders. En ja, met z'n allen met een mondkap in de skilift. Het kan allemaal. De restaurants zijn open. Je kan op het terrasje zitten. Dus ja, dan is het wel weer een beetje een raar gevoel van, ja, en hier kan niks. Ja, het is vreemd. Heel vreemd. Dit is Dirk de Boer, een kantoormedewerker uit Noord-Holland. In de jaren 40 gaat hij naar Urk om daar te werken aan de bouw van Gemaal Vissering. Hij neemt een filmcamera mee en legt het dagelijks leven in het vissersdorp vast. Het zijn unieke beelden van Urk in oorlogstijd. Jarenlang lagen de filmblikken op zolder. Nu, na 80 jaar, is de film voor het eerst te zien. Helaas alweer de laatste aflevering van deze serie met historische beelden van Urk. We bereiken het punt dat het werk bijna is gedaan. Baggerschepen hebben de Urkenvaart gegraven, maar het water stroomt nog niet naar Gemaal Vissering. Dirk de Boer filmde de laatste werkzaamheden. Fundering, beton, ijzer en motoren. Het gemaal in de ringdijk is zo goed als klaar. Op één ding na. De kracht van het water zou de bodem rondom het gemaal compleet verwoesten. Dat gemaal dat stroomt enorm natuurlijk. Die waterstromen, dat voert alles mee. En wat doen ze dan? Dan leggen ze dus die rijswerkers die bouwen van die wilgenmatten op de bodem. En daarop komen allemaal stenen, losse stenen. En dan bouwen ze met stenen heel netjes, dat is nu niet te zien, maar heel netjes het stortenbed, zoals we dat noemen. En daar stroomt het water overheen en dan kan er geen zand meenemen. En dus dat beschermt dan de bodem hier. Ja, het is nu niet te zien. Nou ja, voor mij nog nooit gezien. En nu zag ik één keer op beeld dat keurige, dat stortenbed, hoe netjes dat zit. Het is echt een prachtig mooi werk geweest onder water, wat je niet meer terugziet. 4 jaar lang is er hard gewerkt aan Gemaal Vissering. En nu, 80 jaar later, werkt het nog steeds. En is het een bouwproject dat nooit stilstaat. Want nog steeds wordt er aan het gemaal gesleuteld om met de tijd mee te gaan. Van stoomgemaal in de jaren 40 wordt het nu een elektrische pomp. De ingenieurskunst heeft gemaakt dat we hier kunnen zijn in Flevoland. Maar je ziet hier ook dat de kunst van alle harde werkers ook even zeer belangrijk is. Hè. Hier zie je echt de ingenieurskunst en de kunst van alle vakmannen komen samen. Dat vind ik wel heel mooi om te zien.
We hebben nu mooie technieken en dan hebben we de smartphone en ja, ook bijzondere technieken natuurlijk. Maar qua grootsheid, dan is het niet meer te vergelijken. Letterlijk en figuurlijk. En dat was hem weer. Wil je meer historische beelden zien van Urk? Morgen, Nieuwjaarsdag, zendt Omroep Flevoland de hele documentaire over Gemaal Vissering uit. En dit was Flevoland voor dit jaar. Namens iedereen bij Omroep Flevoland wens ik je een heel goede jaarwisseling. En alvast een heel gelukkig en gezond nieuw jaar. Tot in 2022. Dag.